De regering komt binnenkort met enkele sociale maatregelen om de zware financiële economische situatie te verlichten. In het bijzonder zullen mensen die het minst verdienen begunstigd worden. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, gisteren aan journalisten tijdens een Zoom-persconferentie van de regering. Zeer binnenkort, komende week al, de Raad van Ministers zich zal beraden over een pakket van sociale maatregelen die getroffen zullen worden door de regering om reeds in deze fase, in aanloop naar het IMF-programma, het herstelprogramma, om een pakket van sociale maatregelen af te kondigen. Ik wil daarop niet vooruitlopen, omdat er toch nog een discussie moet zijn. Deze kwestie is inmiddels bediscussieerd in de regeringsraad afgelopen week, maar gaat u ervan uit dat er een pakket van sociale maatregelen komt die ondersteuning zal bieden aan de gemeenschap, met name aan degenen die het minst verdienen. Dus dat wil ik meegeven. Ramdien zegt verder dat de informatie met betrekking tot de besluiten die op de komende RVM-vergaderingen zullen worden genomen, breedvoerig met de samenleving zal worden gedeeld. De bewindsman deed voorts een beroep op journalisten om beleidsmakers te helpen met de communicatiestroom.